Vandaag, 8 februari, werd door wethouder Martens de officiële opening verricht van de muziekschool Pop It Up in Heidhuizen. Ook was er open huis voor de geïnteresseerden. Complimenten ook voor het feit dat jullie onze jeugd proberen muziek bij te brengen, waar wij allemaal belang bij hebben, wij als gemeente zeker. En het is leuk om te zien dat de noodzaak Pop It Up geworden is. De nieuwe naam doet volgens mij ook recht aan de manier van lesgeven jullie. Die volgens mij niet noodzakelijk is, maar meer Pop It Up geeft in onze gemeente. De opening van het nieuwe gebouw. Heel veel plezier ermee. Alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Proficiat. I like my toast on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Een opening van een muziekschool. Niet iets wat je dagelijks meemaakt. Nee. Jammer genoeg niet zou ik bijna zeggen. Nee, maar ik ben er vreselijk trots op inderdaad dat we hier een muziekschool mogen openen. Muziek is gewoon echt heel erg belangrijk. Muziek, onderwijs in het algemeen. Ik heb dat straks hier ook mogen zeggen bij het openingswoordje van. Ik denk dat voor iedere samenleving en zeker voor onze Leudalse samenleving is het heel erg belangrijk dat kinderen leren muziek te maken. Niet alleen voor het muziek maken, maar ook omdat het gewoon hartstikke gezellig is om dat met elkaar te doen. We hebben overigens ook veel mensen die muziek maken in onze prachtige gemeente Leudel. Dat moeten we ook zo houden. En daar gaat hier Pop It Up gaat daar een bijdrage aan leveren. Opening, start van Pop It Up. Ja, geweldig. We hebben natuurlijk nu een hele leuke dag, maar we hebben al een hele leuke maand gehad. We zijn natuurlijk sinds januari open. En het gaat echt heel soepel. Geen tegenslagen en we hebben voldoende leerlingen en we kunnen natuurlijk nog meer leerlingen gebruiken, maar het loopt heel erg lekker en iedereen voelt zich ontzettend thuis in dit nieuwe pand, een nieuwe oude pand eigenlijk. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to lead the capsule if you dare. Nou was dit natuurlijk niet het allereerste wat u aan zangles of aan muziekles gaf. Is dit een doorstart? Ja, dit is met recht een doorstart te noemen. Ik heb zelf 20 jaar met de noodzaak gewerkt. Ja, de noodzaak kon niet meer doorgaan op de oude plek. En ook niet meer onder oude organisatievorm eigenlijk. Dus met de docenten hebben we ons samengepakt en gekeken van wat er zo mogelijk, ook in overleg met de gemeente. En daar kwam eigenlijk de stichting, deze stichting Pop It Up uit voort, die de lessen, popmuzieklessen in Heidhuizen en in Leudal voort kan zetten. Nou viel mij op dat als je dat hier rondkijkt, het is net een huiskamer, het is helemaal geen muziekschool. Nee, dat vind ik ook het mooie eraan. Dat is het mooie aan deze locatie inderdaad. En ik denk dat zien we nu in het algemeen wel. Scholen zijn steeds minder schools aan het worden. En ik denk dat dit een hele mooie, vruchtbare omgeving is inderdaad om muziekonderwijs te krijgen. In een omgeving die helemaal niet lijkt op school, maar die gewoon lijkt op thuis. Maakt dat de drempel ook lager, denk je? Ik denk van wel. Ja, ik denk dat het als hier binnenkomt, en volgens mij is iedereen welkom om een keer te kijken te komen nemen hier, dan zie je gewoon dat je gewoon binnen kunt lopen. En het is zo huiselijk inderdaad dat je meteen thuis voelt hier. Nou vraag ik me af, als iemand nou op een gegeven moment muziekles wil hebben, kan die dan zomaar binnenstappen hier of moet je daar toch een bepaalde vooropleiding voor hebben? Nee, iedereen kan starten. Vanaf 6 jaar en de oudere leeftijd is helemaal niet begrensd eigenlijk.
Hoeft geen vooropleiding te hebben. In de methode die we gebruiken wordt het noten lezen en het leren van ritmes. Dat wordt spelenderwijs aangeleerd. Dus iedereen kan starten zonder blokfluit of eerst bij de harmonie te hebben gezeten of wat dan ook. Onze specialiteit is, onze ervaring ligt ook bij popmuziek. Muziekonderwijs wordt er eigenlijk ook gesteund, ik bedoel letterlijk gesteund door de gemeente, of is dit iets wat particulier initiatief is en waar de gemeente dan achter staat? Op dit moment is het nog een particulier initiatief, waar wij zeker achter staan. We zijn er wel over aan het nadenken. Traditioneel hebben we natuurlijk veel muziek, maar dat zit met name in de fanfares, de harmonie en deels in onze schutterijen. Maar we zien langzamerhand dat dat aan het veranderen is in onze samenleving. Dat zie je hier met alle kinderen die hier drums, keyboard, noem maar op, gitaar. Dus we zien dat de behoefte aan muziekonderwijs een beetje aan het veranderen is. Daar zijn we als gemeente ook over aan het nadenken van hoe we daarmee om moeten gaan. En hoe we dit soort initiatieven nou kunnen ondersteunen in de toekomst. Woke up this morning with light in my eyes. And then realized it's still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come in the night. Whose saucer-shaped lights put people alive.